Dag dames en heren. September is een overgangsmaand tussen herfst en zomer. Vandaag kunnen we in ieder geval nog even over zomerweer spreken. Het is wel van korte duur. Vanmorgen zien we dat er al boven het noorden van Frankrijk bewolking hangt. Buien zijn er al actief. Maar in onze omgeving is het nog relatief rustig. Met ja, wel wat wolkenvelden. Maar toch ook vooral zonneschijn. Wat we vanmorgen en zelfs aan het begin van de middag kunnen verwachten. En met een zuidoostenwind wordt ook nog eens warme lucht aangevoerd. Maar bewolking en buien. Behorende bij een lage drukgebied in de buurt van Bretagne. komen wel geleidelijk aan onze kant op. En dus neemt vandaag de bewolking toe. Volgen later een aantal buien. En dat lage drukgebied dat Komt morgen uiteindelijk boven de Duitse bocht te liggen. En dat veroorzaakt ook dan nog steeds bewolking en toch ook wel een aantal middagbuien met name. En in ieder geval wat lagere temperaturen. Vanmorgen is juist die temperatuur aan het oplopen. We hebben toch een frisse start van de dag. Nevel en mist komt er ook nog her en der voor. Maar dat lost allemaal vrij snel op. En dan is er een tijdje toch wel flink wat ruimte voor de zon. Af en toe trekken ook wat wolkenvelden over. Het is droog en zoals gezegd de temperatuur gaat snel omhoog en bereikt dan vanmiddag uiteindelijk in het oosten, midden en vooral zuiden van het land zelfs zomerse waarden van zo'n 25 of 26 graden. In het uiterste noorden lijkt de temperatuur iets achter te blijven. In eerste instantie is het droog met zonneschijn. Eind van de middag dan komen voorzichtig in het uiterste zuiden de eerste buien opzetten, soms met onweer en in de loop van de avond breiden ze zich helemaal naar het noorden van het land uit. Dus in eerste instantie vandaag droog met geregeld zonneschijn en zomerse temperaturen. Maar vanavond moeten we rekening houden met buien, mogelijk met onweer.